Goedendag allemaal, ik ben Stefano Consalvos en ik neem jullie een dagje mee op een zaterdag naar een hele mooie wedstrijd. Ik speel zelf bij VV Noordwijk en we spelen vandaag tegen Hoek. En dat is best wel een belangrijk potje, wij staan vierde en Hoek staat vijfde. En wij willen kampioen worden met Noordwijk, dus deze punten zijn heel erg belangrijk. Ook omdat er heel veel wedstrijden zijn afgelast. Zoals jullie weten is het toch wel aardig aan het sneeuwen. Kijk maar, als je het goed ziet hier. Dus wij zijn bevoorrecht dat wij wel mogen spelen. Dus je ziet, ik heb mijn pak al aan. En dat komt eigenlijk alleen één ding. Ik ga met mijn dochter, zoals je ziet, gaan we lekker zwemmen. En dat hoort eigenlijk ook erbij. En dat is ook wel heel belangrijk. Dus ik neem jullie ook eerst mee naar het zwembad. Zie jullie. Zoals ik jullie net ook aangaf, zijn ook belangrijke dingen. Daarom lekker vroeg opstaan en met je dochter gaan zwemmen. Kijk dan. Ja, zo zijn ze bezig dan, hè? Leuk, hè? Ja, zo hoort het. Ja, daar gaan we dan. Onderweg naar Noordwijk. We gaan nu naar de auto. Echt, alleen onze wedstrijd gaat door. Ongelooflijk. Zelfs andere kunstgraswedstrijden zijn afgelast. Alleen die van mij gaat gewoon door. We zien het wel, hè? Hoe het gaat verlopen. Hoek moet een verre reis maken naar Noordwijk. Dus ik denk stiekem ook wel dat Noordwijk de aan door laat gaan. Dus we mogen niet op ons bek gaan. Dat is één ding. Nou, aan de auto in. En dan de volgende stop is Noordwijk. 40 minuten. Oh, lekker dichtbij willen voetballen. Een kwartier, 20 minuten. We zijn er. Kom. Je ziet, brandweer is echt bezig ook om het veld gewoon goed te maken. Echt ongelooflijk. Wat ze allemaal willen doen om de wedstrijd door te laten gaan. Echt bizar voor woorden. Kijk even. Brandweer bezig. Man. Kijk even. Helemaal gek. Ongelooflijk. Hé jongens, kijk. Maak gewoon een sneeuwbal. En wij moeten voetballen. Ongelooflijk. Maar het gaat beginnen. Kijk, hier gaan we voetballen. Kijk, brandweer is echt bezig om het veld goed te maken. Dus kijk, daar hebben we onze teammanager. Kijk even, Rien, waarom gaat dit door? Mooi weer is. Meent hij dit echt? Hij meent dit echt. Alles is afgelast, hè? Dat jullie dat weten. Alles. En toch gaan wij voetballen. Ja, je moet van het spelletje houden. Kijk, even brandweer goed bezig zo. Hoppa. Kijk, tribunes. Nog niet vol, maar als niks doorgaat, denk ik dat er heel veel publiek komt. Nou, ik neem jullie even mee naar de kleedkamer. We zijn er bijna. Dus toch een aantal minuten lopen. Beetje donker. Kijk, daar hebben we onze dag. Lekker, het gaat nog door, hè, jongens. Lekker, Noordwijk, brandweer. En zo naar jullie. Kijk, zie je, zo gaat dat. We gaan gewoon voetballen. Kijk. Dit is een drukke kleedkamer, kijk even. Lekker man. Hebben we Axel, Reetje. Dit is ons kleedkamer, boys. Zoals je het ziet. Ja man, en een NF-vlog, je weet het. We gaan weer. Kluisjes, een beetje donker. Kijk, gaan de lichten gaan aan. De beste toernooi in Rotterdam in omstreken, echt. En volg. Ga je dit jaar meedoen? Sowieso. Kijk, dat willen we horen. We moeten meer mensen weten, kwaliteit. Okay. Dit is onze krachthonk, hier zit ik heel vaak. Zoals je ziet. Een beetje pompen, je weet hoe dat gaat toch? Massagetafel. Kijk, daar. Dit is even. We zijn nu binnen, Noordwijk. Dadelijk kom ik terug met de voorbereiding. Een beetje lekkere muziekjes. Kijk, even nog één van mijn beste vrienden even laten spelen. Lekker samen. Hey, goedemorgen. Is hij van NF? Jawel, is wel NF. Ja, hij is nog steeds boos op me. Hij is nog steeds boos op me dat hij niet meedeed met NF. Alleen dit seizoen gaat hij wel meedoen. Dit. Mazzel. Oké, zo gestikt.
Het is ons grootste talent, man, Guy Smith. Nee, man. Jawel. Klik eens dan. Nee, dit is vertel van Guy, hoe goed ben je? Hoe goed ben ik? Nee, ik ben niet zo goed, man. Jawel wel. Kijk, en dit is ook onze Spitta. Oh, ja toch, ja toch. Hij vertegenwoordigt NF Cup ook elk jaar. Sowieso. Dit jaar ook, of niet? Sowieso. Ja? Ga je misschien winnen, of niet? Denk jij. Hè? Denk jij. Ja, ik kom dadelijk bij je. Ik zit hier nu bij het verzorgen en onze grote speler Roepie. Zeg maar even wat, Roep. Wat moet ik zeggen, jongen? Ja, zeg maar gewoon wat. Je mag wel wat zeggen. Dat je een grote speler bent. Nee, dat is sowieso. Nee? Dat ben jij, jongen. Je speelt niet 7 jaar. Kenny, Roepie doet ook altijd mee met NF Cup. Ja, toch. Nooit de finale gehaald. Zelfs niet de halve finale. Jawel. Wat? Mijn eerste keer dat ik meedeed was ik wel de halve finale. Dat oh ja, ja, ja. Maar tweede keer? Tweede keer, ja. Dat was een slecht team. Man. Dat is niet best, hè? Nee. Dit jaar? Maar het was ook niet echt de weer waarvoor wij moeten spelen. Wij spelen alleen met mooie weer. Ja, dat is wel. En vandaag? Wat denk je vandaag? Vandaag. Het wordt de laatste wedstrijd, maar we gaan winnen. Ja? Voor de tweede plek. Hoeveel, denk je? Ik ga een beetje uitslagen, Farah. Dus 3-1. 3-1? Ja, ik score ook. Score ook? Ja, ja. Wow. Boys, dit moeten jullie echt volgen. Als hij gaat scoren, ja, dan worden wij kampioen. Ja. Echt waar. Als Roepie gaat scoren. Nu ga ik naar andere. Onze lange. Slapstick. Slapstick. Jullie kennen hem wel. Slappy, Slappy. Kom erbij. Vertel even, Slappy. Hoe voel je? Ja, lekker man. Stabiel. Ja? Hebben we zin, ja? Ga je scoren? Ja, man. Ja? Ik heb 3-1. Wat denk je? Uitslag? 2-1, man. 2-1? Ja. Waarom die tegenkomen? Waarom denken we steeds een tegenkomen? Dat is lastig, was fysiek toch? Fysiek. Ah, een bolletje of zo. Bosje, jij deed ook mee met NF Cup, maar jij hebt ook nog nooit de halve finale gehaald. Bij het mooie weervoetbal is het gewoon dat. Elf komt niet opdagen. Maar ga je dit seizoen weer dit jaar weer meedoen? Ja, sowieso. Ja? Mooi winter. Nee, zoek dat die vlog er is. Lekker man. Ja man. Dit is onze teammanager. Ted, wat denk je dat vandaag wordt? We hebben zoveel werk verricht. Nou moeten we die punten wel wat uitslaan. Hoeveel? Qua uitslag? Uitslag 3-1. 3-1. Tegenkom. Minder. Nou, daar hebben we onze keeper. Dit is echt mooi. Dit is onze keeper. Hè. Daar wil je toch niet tegen spelen? Martijn! Daar wil je toch niet tegen scoren? Eerder, kijk even. Naar die band strijden. Kijk even! Kom hè, wat is veel. Dat is. Ik ga iedereen langs? Ja. Nou, niet iedereen. Ik ga jou alleen. Misschien nog een witte. Wat denk je dat het vandaag wordt? Ik zeg 2-0. 2-0? Ja. Ook niet de 0? 1-0. Nee. Ik denk logisch wel. Wat wil je één, denk je? 18 man. Ja? Ik gun het je wel. Ja? Zie je het zien. Na de wedstrijd. Ciao. 2-0. Goeie bal. Weer Klinker Mailly. De Belg die bezig is aan zijn zesde seizoen bij Hoek. Houdt het overzicht. En een prima uitgespeeld doelpunt van de bezoekers uit Hoek. Met de doelpunt van Josimar Patinama. En gaat het feest voor Noordwijk niet door. Overwaard. Richting Wendt. Maakt het doelman De Jonge lastig. Met Westdijk die de bal op kan pakken. En Wendt die daar helemaal vrij staat. En van dichtbij dan wel de gelijkmaker binnen kan schieten. Zorgt ervoor dat zijn ploeg op voorsprong blijft. Van de Pitten. Het drukken die zijn lichaam ervoor wil houden, dat doet hij niet goed. En Klinker Mailly zegt dankjewel. En 2 minuten voor tijd komt Hoek op 2-2. Die gaat de bal voorslingeren, dat kan niet anders. En voor de voeten van Brian Brucker. Die dan de absolute slotfase de winnende goal binnenschiet. En hoe mooi is het dat Brian Brucker binnen een minuut zijn fout herstelt en Noordwijk hiermee in de slotfase alsnog de 3 punten bezorgt. Want door het doelpunt van Brian Brucker wint Noordwijk op de Duinwetering van Hoek met 3-2. Ja! Hoe gaat het beginnen? 3 punten. Hey, boys, luister. Normaal ben ik er niet van. Dat weet je dan normaal dat ik een bepaald soort man of the match zeg. Want ik ook eigenlijk vind dat we deze overwinning ook met z'n allen echt uit de vuur hebben gebleven. Hele goede invallers gezien, eindelijk een keer ook het verschil maken. Maar ik wil toch een man of the match kiezen, want wat Brocker heeft gepresteerd, eigenlijk ook naar over. Brocker! Lekker! Applausje voor Brocker! Brocker! Yeah. 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 Yeah.
Henke Blokke! Henke Blokke! Henke Blokke! Waar zijn die Wenders? Hier zijn die Wenders! Waar is het feestje? Hier is het feestje! Super Noorden! Boys, 3 punten! Dan zitten we dan. 3 punten. En we hebben een hele mooie verrassing. Hoor, dat gaan we dadelijk doen dan. Is het een feest? Ja, feest. We gaan tappen. Dat is een mooie afsluiting. Een mooie dag. Zit dan in een bakertje. Dus, het wordt een gezellige avond. Helemaal los. Helemaal los. Helemaal los. Ja, ik had jullie beloofd om de 70 en 80's party te filmen. Alleen ja, mijn batterij was helaas leeg. Dus ik kon niet filmen. Het was een geslaagde feest. Uiteindelijk afgesloten met een ander teamgenoot. Het is nu 12:30. Ik ben nu eindelijk aangekomen. Het sneeuwt wel heel erg. Ik heb rustig gereden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, een dagje meelopen met VV Noordwijk. We hebben 3 punten, zoals jullie weten. We staan nu tweede, dat is echt heel mooi. Ook al zijn heel veel wedstrijden afgelast. We hebben 1 doel en dat is kampioen worden. Ik hoop dat dat lukt, na vorig jaar, dat we net misgelopen hebben. Ook wil ik jullie zeggen, NF Cup komt eraan. Ik hoop dat er heel veel teams komen. Een heel mooi toernooi. Met heel veel kwaliteit. Mogen de beste winnen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zie jullie. Peace out. Slaap lekker. Ciao.